Hey, vandaag zijn we in Berlijn met Hunke Muller, want Duitse Kroes die gaat vandaag haar nieuwe zwemwerkcollectie presenteren. Super tol! Deze is ook gaaf. Het is echt een beetje bohemian stijl, zoals ze ook zei. Waarin dan ook een vleugje Cuba zit. Het is echt een hele zomerse collectie. Can you tell us more about the collection? She loves traveling and she's kind of a treasured kind of person, so she does like her collectibles and also making sure you reflect what's on trend at the same time. So attention to detail was really important for us. I was very excited about this moment to finally show you. We had a lovely trip to Cuba, fantastic. Yeah, and a lot of inspiration also came from all my travels. The rich colors and the bohemian feel is very important to me. Hudson, hoe gaat het? Goed. Over Fries praten. Ja, ik dacht ik ga het even proberen. Ja. Waardoor heb je je vooral laten inspireren? Nou, door mijn reizen, door het leven. En ik hou van bikinis, dus ik ben altijd wel... Ik heb een hele grote collectie bikinis, dus die hebben we allemaal op tafel gegooid. En dan komt het tot leven en dat heb ik nu ook voor het eerst eigenlijk zo... Ja, ik had het de foto's al wel gezien, maar zo heel groot. En dat, ja, het komt dat is wel heel speciaal natuurlijk. Ja. Ja. Wat is je favoriete zomerdrankje? Mojito, denk ik. Oké, well, then I'll go for the mojito. Dankeschön. Heel erg lekker. We have another dance, because this is too difficult for me. I only dance like this, you know. Nou, het was vandaag een hele bijzondere dag. Ik heb Duitse Kroes in levende lijve mogen ontmoeten. In het echt is ze nog veel knapper. Vergeet je niet onze video te liken, even te subscriben. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. En oh ja, vergeet ook niet even onze andere video's te checken. Doei!